Ben je op zoek naar een betaalbare jas die je wel gewoon het hele jaar door zou kunnen dragen, dan is de Andes echt een perfecte jas voor jou. Ik ben Justin van Moto Kleding Center en in deze video ga ik jullie meer vertellen over de Alpine Stars Stella Andes V2 beschikbaar op motokledingcenter.nl. De Alpine Stars Stella Andes V2 is een jas die goed geschikt is om iedere dag van het jaar te kunnen rijden. Het is natuurlijk een jas voor de toerrijder en de woon-werkverkeerrijder die eigenlijk iedere dag gewoon een jas moet kunnen gebruiken. Hij is volledig waterdicht, er zit een thermische voering in die je eruit kunt halen en hij heeft ook nog ventilatiemogelijkheden waarmee je de jas goed door kunt laten waaien. Nou, als we naar het materiaalgebruik gaan kijken, dan zien we gewoon een slijtvast polyamidevezel waardoor de jas eigenlijk over zijn heel gewoon verstevigd is en waardoor je dus altijd gewoon goed beschermd bent tegen het glijden. Nou, verder qua protectie is hij uitgevoerd met CE1 level goedgekeurde schouder en elleboogprotectoren. En op de rug zit er een foampadding in die je eventueel ook nog gewoon uit kunt breiden met een volledige level 2 goedgekeurde rugprotector. Ook zien we aan de achterkant van de jas de grote ventilatieritsen die het dus mogelijk maken om de warme lucht uit de jas te laten verdwijnen. Zien we ook nog een grote reflectiestrip aan de achterkant zodat je ook goed zichtbaar bent in het donker. En is je aan de achterkant ook voorzien van een lichte stretch, waardoor je ook gewoon makkelijk in rijpositie goed comfortabel op de motor zit. Nou, je kunt hem ook nog eventueel aanpassen op de heupen. Mocht je wat bredere heupen hebben, dan kun je hem hier eventueel nog wat losser zetten. En kun je hem ook nog natuurlijk op de taille goed aan laten sluiten wanneer je het thermische voeringje eruit hebt gehaald. Nou, ook heeft hij aan de voorkant natuurlijk nog wat stelmogelijkheden. Dan zien we op de arm een bandje waarmee je hem wat strakker kunt trekken. En heb je eventueel op de bicep ook nog 3 drukkers waarmee je hem wat strakker kunt stellen. En heb je hier nog een klittenbandstrip waarmee je hem strakker of losser kunt zetten. Waardoor je dus zelf kunt bepalen of je de handschoenen erover of eronder draagt. Nou, hier aan de voorkant zien we ook nog wat ventilatie. Ook is het, zoals je kunt zien, op de jas direct ventilation. Dat houdt dus in dat de ritsen waterdicht zijn en dat je met dit membraan dus altijd directe ventilatie hebt op het lichaam, wat gewoon een hoop meer koelt dan wanneer je ventilatie hebt op een membraan. Nou, ook kun je de kraag nog een stukje openzetten met dit haakje, waardoor je net iets weer meer doorwaai hebt. En hebben we aan de binnenkant ook nog een waterdichte Napoleon pocket, waarin je dus je documenten en je belangrijke spullen altijd goed waterdicht op kunt bergen. Ook hebben we op de buik nog grote steekzakken waarmee je veel spullen kunt meenemen. En hebben we, net zoals bij bijna alle Alpine Stars jassen, een waterdichte Napoleon pocket waarin je dus al je documenten en spullen ook droog over kan brengen. Nou, aan de onderkant zien we een dubbele rits. Dus mocht het nou zo zijn dat je ver voorover zit of dat hij aan de onderkant gewoon wat gaat opbollen, kun je hem hier nog wat openzetten waardoor hij wat makkelijker uit elkaar gaat staan en je wat meer bewegingsvrijheid hebt op de motor. Nou, maken we deze jas nog verder open. Dan hebben we dus de uitneembare thermovoering. Ook in de thermovoering zitten nog wat binnenzakjes. Haal je die eruit, dan heb je eventueel ook in de buitenjas nog gewoon in binnenzak zitten. En zien we hier aan de binnenkant ook nog de voorbereiding voor de borstprotector zitten, waarmee je hem dus gewoon helemaal beveiligd kunt maken. Nou, als laatste hebben we hier ook nog de connectorrits. Daarmee kun je hem aan iedere willekeurige Alpine Stars bekoppelen. En er zit eventueel ook nog een contrarits bij. Dus daarmee zou je hem vast kunnen maken op iedere elke willekeurige broek. Nou, Marjolein hier is 1,68 meter, weegt 64 kilo en heeft van deze jas een maatje M. De jas is wel wat groter, dus Marjolein zou hem eventueel nog een maatje kleiner kunnen hebben. En zelfs dan zou ze er nog wel een dun truitje onderaan kunnen. Wil je nou op de hoogte blijven van alles wat we bij Moto Kleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op het YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Moto Kleding Center en bedankt voor het kijken.